Kwantiteit en kwaliteit troef in Roeselare. Maar liefst 123 wagens aan de start. Een succes dat deels te wijten is aan de vele buitenlandse cups die ook hier op het programma staan. Laurent Verhoestraeten krijgt niet alleen de WRC van Snijers ter beschikking, maar ook diens co-rijder Tanny Kolenbunders. Een onverwacht geschenk voor de thuisrijder. Vijf scratchtijden en dan opgave door problemen met de benzineleiding. De Mevius had zich dit seizoen wel even anders voorgesteld. Ook Marc Duwee moet opgeven als hij met zijn Subaru van de weg schuift. Aan 10 km per uur, ja, alles is mogelijk. Duwee houdt van humor. Een eerste keer van de baan, maar hij behoudt zijn tweede plaats in groep N en zevende plaats algemeen. Daar gaat hij. Van Woensel kroont zich in Roeselare tot kampioen in groep N. De regelmaat wordt beloond. Ook Bico haalt de titel binnen na een opmerkelijk seizoen in de Trophée ZX. Fabien Michels wint de Challenge Saxo. Goede zeunen met bang bang onder de motorkap, toch vijfde. Dumoulin haalt het podium niet door een klapband. De wedstrijd in de Formule 2 verloopt bijzonder spannend. Chris Prinsen eindigt derde algemeen. Bernard Münster pakt de tweede plaats algemeen en de overwinning in de Formule 2. Laurent Verhoestraeten slaagt met brio in de WRC-test. Een eerste plaats en virtueel kampioen van België. Voor Laurent Verhoestraeten is dit de tweede overwinning dit seizoen. Eén keer met de Sierra en nu met de Escort World Rally Car. Die komen niet eventueel ook nog maar aan, bij die het licht versuur maken. Dus zo,